Welkom bij Vis TV After, waarin we vandaag ingaan op de aflevering Baarsvissen in Den Helder. En ik ga met jullie baarsvissen 2.0, want het is een visserij waar zoveel over te vertellen valt. Dat konden we gewoon in die aflevering niet kwijt. Ik denk dat de baars wel eens de vis van de toekomst zou kunnen zijn. Het gaat goed met de baars, komt door het heldere water in Nederland. Visland wordt gevarieerder en de baars is daar een vis die er echt van profiteert. En het leuke van die baars is dat hij niet alleen buiten op het grote water het goed doet, maar vooral ook in alle stadswatertjes. Dus het is een vis waar je eigenlijk naast de deur heel leuk op kunt vissen. Wat ook heel erg spannend is, is dat die baars steeds groter wordt. Was vroeger een baars van 35 al een mooie vis. Tegenwoordig is 40 een makkelijk te halen lengte en er worden al vissen boven de 50 gevangen. Als je wilt, kan je gewoon in een seizoen verschillende vissen van boven de 50 centimeter vangen. En geloof me, een baars van 50 is niet alleen een hele mooie vis om te zien, maar het is ook een lijpsterke vis. Ik denk dat een baars van 50 net zo sterk is als een snoekbaars van 80. Dus jongens, doe je voordeel ermee. Ga op baarsvissen voor zover je het al niet deed en geniet ervan, want het is geweldig leuk. Goed, van het enthousiasme van het vissen zelf naar de techniek van het vissen. Wat hebben we zo al laten zien in die aflevering? Nou, heel erg veel. Ik ga proberen daar iets dieper in te gaan. We gaan dat per vorm van visserij doen. En ik begin met het vissen met plugjes. We hebben met plugjes gesleept. We hebben vanuit een boot gevist. Nu kun je vanuit de boot natuurlijk hartstikke leuk vissen. Je hebt wel een boot nodig, stalling, lichtplaats. Bellyboot is een heel goed alternatief, zeker voor baars. Maar natuurlijk gewoon ook vanaf de kant. Wat ik nu ga vertellen geldt zowel vanuit de boot als vanaf de kant. Dus goed opletten. Beginnen met de plug. Nou, het vissen met de plug op baars is niet veel anders dan het snoekvissen. Het enige verschil is dat je met veel lichter materiaal vist. En dat maakt het ook leuker. Ook comfortabel om te vissen. Nou, baarsvissen doe ik in principe op heel veel verschillende technieken met een heel licht spinhengeltje. En dan moet je denken aan een hengeltje wat een werpgewicht heeft van 5 tot 7 gram. Kort, 1,70 meter, 1,80 meter, met een hele mooie actie. Nou, hier kan je eigenlijk elke baars wel mee aan. We hebben in de aflevering met plugjes gevist, we hebben ermee getrold. Je kan er ook perfect mee werpen. Er zijn duizenden plugjes, maar kies voor plugjes die heel klein zijn. Een grote baars pakt ook graag kleine huis. Nu kan je absoluut met een grote snoekplug baars vangen, maar wil je selectief op baars vissen, kies kleine plugjes. Dit soort formaat plugjes, wat zal het zijn, 3, 4 centimeter. Heel klein lipje, voor ondiep water, ideaal voor baars. Ideaal, zeker in polderslootjes, maar ook in stadswater. Dan heb je een wat grotere plug met een iets groter blad. Die gaat iets dieper, die gaat 2 meter. Ook voor ondiepe water ideaal. Voor echt diep water heb je plugjes, ook weer klein, 3, 4 centimeter, met zo'n hele lange schoep. Hoe langer die schoep, hoe dieper die duikt. En hier kun je werpend een meter of 3,5 mee komen. Ga je trollen, dus slepen achter de boot aan, kan hij wel een meter of 5 halen. Belangrijk op je hengel is dat je natuurlijk met gevlochten lijn vist. Hetzelfde als snoeken en snoekbaars, alleen dun. Ik vis met 800ste Dyneema. Waarom? Ja, daar kan je heel erg subtiel mee vissen. Dan gebruik ik als voorslagje fluorocarbon. Nylon kan ook. 2500ste voor basis prima. Ga je vissen op een water waar je ook snoek kunt verwachten. Want geloof me, ook op dit soort kleine plugjes klappen de grootste snoeken. Zet er dan een heel dun, soepel staaldraadje voor, zo lang. Nou, ik zei het al, de plugjes. Een heikel punt met die plugjes is altijd de kleur. Welke kleur moet je nou wanneer gebruiken? Ik weet het niet. Ik heb wel een aantal favoriete kleuren. En geloof me, er zal heel veel discussie over zijn. Als dit uitgezonden wordt, zullen mensen weer zeggen van jongens, ik heb een heel andere kleur. Maar ik vis het liefst met Fire Tiger. Dat is een geel met groene en gestreepte plug met een oranje onderkantje. Universele kleur. Doet het eigenlijk altijd wel. Super plugje. Ook voor snoekten en voor snoekbaars. Die kleuren zijn heel goed. Wat ik ook vaak gebruik is zwart-geel. Op de een of andere manier vindt baars, tenminste dat is mijn ervaring, dat heel erg prettig. En soms ook gewoon een gedekt kleurtje, een beetje een baarspatroontje. Ik vind die baarspatroontjes wel heel prettig. Waarom? Ik denk dat baars heel effectief op zijn soortgenoten jaagt. Het zijn kannibaaltjes. En in heel veel water zien we de laatste jaren een explosie in jonge baars, kleine baars. Het is logisch dat de grotere baars daarop jaagt. Dus daarom misschien dat baarspatroontje dat het zo goed doet. Ik weet het niet. Nou, dat zijn de pluggen. Leuk vissen. Piel bruggetjes af, duikertjes. Plekjes waar wat verandering zit, stenen kades,
stijgertjes overlicht die baars. Want vooral die grotere baars zijn vaak vissen die vanuit een hinderjaag jagen. Die kleinere baarsen, kleiner tot een centimeter of 30, zie je vaak in packs, in groepen jagen. Kun je op het open water tegenkomen. Die grotere baarsen die willen vaak wel een schuilplaats hebben. Niet altijd, want soms zie je ook dat grotere baarsen in scholen jagen. Scholen zijn dan niet zo groot als ze klein zijn, maar vaak gebeurt dat je gewoon op één plek gewoon 4, 5 van die dikke baars achter elkaar vindt. Goed, dat zijn de plugjes. Heel erg goed aas is natuurlijk ook de shed. Belangrijk daarmee is dat je zo licht mogelijk koppen vist. Ik vis met kleine sheds. Natuurlijk met grote sheds vang je ook baars. Ik heb met zulke grote snoekflappers heb ik zulke baarsjes gevangen. Dat gebeurt. Maar wil je selectief op baars vissen, kleine setjes. 5-6 centimeter. Ja, je ziet het dan kleur, weer dat kleurtje. Ik vind dat groen, dat fire tiger vind ik heel goed. Ik vind dit soort kleurtjes ook goed. Bruin doet het ook vaak goed. En lichte kopjes. Hoe licht? Ja, is heel moeilijk te zeggen. Heeft te maken met de waterdiepte en heeft ook vooral te maken met de stroom. Maar hoe lichter, hoe beter. Ik vis meestal met 5 tot 7 gram, soms 10 gram dieper water. De bedoeling is namelijk dat je dat plugje, of sorry, dat jichtje, lange glijvluchten kan laten maken. Heb je een zware kop, pok, valt hij naar beneden, niet aantrekkelijk. Lange glijvluchten. Hop, hop. Heel mooi, staat je een hele mooie actie. En met lichte kopjes kun je dat veel beter doen dan met een zware kop die heel snel naar de bodem terugvalt. Nou, nogmaals, dit kleurtje werkt heel goed. Gewoon een standaard setje met een schroepstaart. Je hebt ze in alle maten en kleurtjes. Ik ben altijd wel gecharmeerd ook van een rood staartje. Zal blijgeloof zijn, maar het werkt wel. Tenminste, ik geloof dat het werkt. Heel goed kleurtje voor baarsjes ook. Zit weer rood in, rood-wit. Zo'n redhead. Dat is ook een goede kleur voor snoep trouwens. Waarom? Ik weet het niet. Gewoon in de praktijk heeft dat bewezen dat dat baars vangt. Nou, dat doe ik allemaal met zo'n heel licht hengeltje. Er zijn tegenwoordig gelukkig in de goede hengelsportzaak weer van dat lichte baarsmateriaal te koop. Ook voor de bellyboat ideaal zo'n klein kort hengeltje. Vanuit de bellyboat zou ik best met een hengeltje van 1,60, 1,70 willen vissen. Licht, lekker buigend, hele mooie sport. En wil je echt een supermooie baarshengel kopen, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij een echte hengelbouwer. Ja, die bouwen echt de mooiste stokjes. Maar geloof me, tegenwoordig zijn er gelukkig weer heel veel goede baarshengels te krijgen waarmee je kunt spinnen. Kunt vissen met plugjes, kunt vissen met lepeltjes en dergelijke op baars. Lengte 1,60 tot 1,80, ga niet langer en zo licht mogelijk. Ze moeten niet te zacht zijn. Die forellenhengeltjes die tegenwoordig te koop zijn en die je voor het vlokvissen heel mooi kunt gebruiken, die zijn iets te parabolisch, iets te zacht. En je moet er wel een beetje actie in die top hebben ook om een haak goed te kunnen zetten. Of actie top, actie in het achtergedeelte om een haak goed te kunnen zetten. Goed, dat waren de plugjes die we gehad. We hebben de sheds gehad. Oh ja, heel bijzonder. Sheds werken goed, maar wat ook goed werkt, dat zijn van deze flubberteltjes, octopusjes. Je ziet ze her en der, zie je ze weer verschijnen in winkels. Op de een of andere manier is baars daar super, super gek op. Bruin met van die flubberstaartjes. Groot geheim, zullen hengelsportzaken wel niet leuk vinden, je kunt het ook doen met een stuk postelastiek. Gewoon van het bruine postelastiek op een jichtkoppie. Knip je in aan de achterkant dat je van die vliebertjes krijgt, doet het heel goed. Ventielslang vangt ook nog steeds baars. Zeker met een loodje. Goed, een ander bijzonder aasje wat altijd werkt, wat een beetje vergeten is. Dat is de spinnen. Kleine spinnetjes, nummer 0 en nummer 1. Ze ziet ze niet zo heel veel meer. Waarom weet ik niet, want ze zijn vreselijk effectief. Voor baars kies ik altijd een klein verzwaring. Je hebt van die verzwaarde spinnetjes met een grammetje of 1,5-2 verzwaring. Dan kan je net even iets dieper mee komen. Voor baars echt een super aasje. Heel gek genoeg, bijna vergeten in al het kunstaars shed en plugjes geweld. Spinnetje is nog altijd het aas waar ik in Nieuwwater meteen bij begin. Waarom? Omdat het ontzettend effectief is. Heel bijzonder aasje wat helemaal verdwenen is eigenlijk. Dat is het lepeltje. Dit is een planktonlepeltje. Zijn her en der weer te koop. Je moet echt naar zoeken. Vroeger vissen we er allemaal samen, tegenwoordig niet meer. Zo'n planktonlepeltje kan voor baars ook echt een killer zijn. Dan nog als laatste van dit soort aas een spinnenbeetje. Daar heb ik met de baarsprofessor Piet Dries in Limburg ooit onwijs goed mee gevangen. Zijn eigenlijk niet te koop. Spinnenbeetjes zijn volop te koop voor snoek. Grote spinnenbeetjes voor vissen in wierrijk water. Dit is een zelfgemaakt spinnenbeetje van volgens mij van Piet Riesen met een klein twistertje eraan.
En een heel klein blaadje werkt super voor baars. Nou, hieronder zit een twistertje. Ook eigenlijk bijna aan het verdwijnen. Die is eigenlijk vervangen door alle sheds. Maar gewoon een twister, een witte twister. Ik heb ze volgens mij niet eens bij me. Nee, ik heb ze niet eens bij me. Maar een witte twister werkt ook nog steeds super goed voor baars. Goed, dan hebben we dat volgens mij een beetje gehad wat betreft het kunstaas met een spinhengel. Hebben we mee gevist, mee getrold, mee geworpen en leuk opgevangen. Iets nieuws, het is al een tijdje op de markt, dat is het vissen met de dropshot. Dropshot is een methode dat je de haak eigenlijk haaks op je onderlijn vist. Ik zal zo een montage maken hoe dat werkt. Met speciale hengels, en dat zijn spinhengels, met een heel dun topje. Heel gevoelig dun topje. Waarom een gevoelig dun topje? Omdat je daar de aanbeten van baars en van snoekbaars heel goed op kunt zien. Maar ook, als een baars of andere roofvis je aanspakt, dat topje een beetje meegeeft. Dat ze niet meteen loslaat. Heb je een stijf hengel, laat zo'n vis die dat aanspakt meteen weer los. En met zo'n heel dun topje, hou ze hem even langer vast, heb je meer tijd om de haak te zetten. Nou, dit soort hengels zijn in verschillende maten te krijgen. Vissen vanaf de kant, als je veel gaat werpen, dan zou ik een lengte van 2,40 meter, 2,60 meter nemen. Vanuit de boot zou ik een dropshot hengeltje nemen van 2 meter, 2 meter 10. Hooguit 2,20. Dus werpend vanaf de kant, 2,40 tot 2,60. Tenzij je, wat je nu met de streetvissen vaak ziet, over in hele kleine hoekjes moet gaan pielen. Langs kadertjes, tussen steigertjes door, tussen woonboten door. Dan is zo'n hengeltje van 2,10 weer heel erg plezierig en heel handig ook. Ook dit soort hengels zijn tegenwoordig volop te koop. Dropshot hengeltjes. Kies voor met het baas voor zo licht mogelijke visjes, met zo dun mogelijk topje. Die zijn in alle prijsklassen, maar ik heb ze al gezien. Echt tophengeltjes voor bijna 40 euro. Nog niet eens 40 euro. Dus dat hoef je niet bang voor te zijn dat je daar de portemonnee leeg door raakt. Vissen met een dropshot is een hele aparte techniek. Moeilijk? Nee, absoluut niet. Leuk? Ja, onwijs leuk. Het begint, afgezien van het hengel, met de montage. En die ga ik nu even maken. Er is eigenlijk één hele goede manier. Er zijn heel veel manieren beschreven, maar de beste manier is eigenlijk heel simpel. Je maakt een normale knoop. Oude wijfknoop nemen ze dat. Zo'n knoop. Dan neem je de haak. En de haak doe je met de punt naar je toe. Steek je de lijn door de haak heen. Zo. Heb je hem zo hangen. Zo, dit. Ik hoop dat je het goed kan zien. Vervolgens draai je de haak door de lus heen. 1, 2, keer of 7, 3, 4. Zo, trek je hem strak. Maak je hem een beetje nat. Zo, en dan trek je hem strak. En wat zie je dan? Dan zie je dat de haak precies haaks op je onderlijn staat. Ik heb nu even zwart nylon gebruikt. Meestal gebruik ik fluorocarbon. 25 honderdste voor basis dikzat. 25 honderdste nylon gaat ook trouwens prima. Fluorocarbon vind ik wat prettiger omdat het iets slijtvaster is. Er liggen er veel stenen en mossels op de bodem. Gaat iets minder kapot. Nou, vervolgens heb je natuurlijk een dropshot loodje nodig. Zo licht mogelijk. Je hebt ze van alle maten en vormen. Ik zal een hele lichte pakken. Nou, deze is 7 gram. Meestal vis ik werpend vanaf de kant met 7 gram. Heeft ook weer een beetje te maken met de diepte van het water en de stroming. Vooral de stroming. Maar hoe lichter, hoe beter. Nou, die dropshot loodjes hebben een speciaal bevestigingsmethodetje, met techniekje. Een soort van pinnetje waar je lijn doorheen steekt. En dan kan je hem op de gewenste afstand van de haak kan je hem vastzetten. Hoe lang moet deze afstand zijn? Nou, daar zijn boeken over volgeschreven inmiddels. Dat ligt er een beetje aan hoe ver je werpt. Als je hele lange worpen maakt op wat ondieper water, mag je hem rustig een centimeter of 50, 60 van je haak afzetten. Want dan gaat hij nog langzaam in de buurt van de bodem. Vis je te dichtbij hier en je zit te ver uit de kant te vissen, dan trek je je haak over de bodem heen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Vis je echter wat rechter onder de top, bijvoorbeeld als je in de stad gaat dropshotten op baars tussen woonbootjes en je vist een beetje verticaal en zo, tussen de bootjes, dan mag die afstand best wel korter zijn. Baars die zitten vaak toch, zeker de grote baars, vaak dichter bij de bodem. En dan kan je die afstand wat korter houden. Maar varieer tussen de 20 centimeter en de 60 centimeter.
Dat is al, kan wel lonend zijn door tijdens het vissen deze afstand te variëren. En dat gaat met zo'n speciaal dropshot loodje, gaat dat heel erg makkelijk. Je kan hem overal vastzetten. Niet hard trekken, want dan trek je hem van kapot. Zit als een huis. Wat ik wel altijd doe, is aan het eind vaak een klein knoopje zetten. Waarom? Dat is heel simpel. Dat kleine knoopje, dat zorgt ervoor, mocht je toevallig tijdens een aan met het lood uit dat clipje vliegen, dat hij alsnog op dat knoopje blijft hangen. En dat je geen lood verliest, want dat wil je natuurlijk niet. Goed, 7 gram standaard in water waar niet veel stroming gaat. 10 gram maximaal als je gaat webben. Vanuit de boot, als je eigenlijk gaat verticalen met een dropshot methode vanuit de bellyboot en je hebt diep water, mag je wel naar 15 gram gaan. Dan heb je verschillende soorten en vormen dropshot lood. Je hebt vormen in de vorm van een wartelloodje. Je hebt staafjes. Vragen dat een staafje meer actie geeft. Ik heb het verschil eigenlijk nooit gemerkt. Maar nogmaals, dat bevestigingspinnetje of clipje is wel makkelijk dat je hem zonder te knopen vast kunt zetten. Dan het aas zelf, de dropshot set. Wat voor sets gebruik je daarvoor? Kleine setjes. Eigenlijk hetzelfde wat ik gewoon gebruik als ik met een jigkopje vis. Ik vind Fire Tiger groen, vind ik heel prachtig. Of het nou een V-staartje heeft of een schoepstaartje, maakt mij niet zo heel erg veel uit. Probeer het allebei, ik vis met beide en ik vang eigenlijk met allebei goed baars. Alleen, nou komt het, hoe bevestig je het? Wat ook een hele goede is, zijn deze slukjes. Je ziet het, rode staartje. Ik hou er wel van het rode staartje. Hoe bevestig je hem? Nou, de meeste mensen hebben de neiging om hem, zeg maar, door te halen, de shit. Helemaal dat hij zo zit. Zo. Dat is niet goed. Heel gek, een dropshot shit bevestig je altijd net door het kopje heen. Zo'n manier. Zo. Dus echt er doorheen. Dan zou je zeggen, hoe kan je nou nog een vis haken? He, die haak staat strak op de lijn. Die hele shed zit geen drechtje in. Dat kan ook niet, want dan slaat die continu in de knoop om je lijn. En toch pakken ze hem. Waarom? Ja, omdat het geen gewicht heeft. Hier zit geen gewicht. Mijn jigkop zit het gewicht geconcentreerd bij de haak. Haakt de vis zich vaak moeilijker. Zo'n dropshotje pakken ze vaak heel goed en ook heel duidelijk. Dus dit is de manier waarop je je dropshot shed bevestigt. Zo. 1 uitzondering. Dat is wat we wel met wormpjes doen. Ik liet deze al zien net voor het vissen met een jigkopje. Maar die kan je ook fantastisch op een dropshot methode vissen. Hoe doe je dat? Heel simpel. Niet door de kop, maar door de zijkant. Ook weer heel licht. Dat noemen ze wacky style. Het ziet er eigenlijk niet uit. Maar het werkt als een tierenlier. Zo. Ook zo'n dropshot setje kan je trouwens ook, als je een keer helemaal niks bij hebt, van een stuk postelastiek doen. Maar dit werkt wel heel erg mooi zo. Goed. De aanbeten zijn vaak hard. Maar soms ook heel voorzichtig. Dus goed opletten. Daarom is Danimo zo belangrijk. En dun Danimo. Hoe dunner, hoe subtieler je vist, hoe meer je gaat vangen. Hoe vis je nou met een dropshot? Nou, na het werpen trek je lijn strak. En meerdere van de dropshotvissers, die vist door hele kleine tikjes met de top te geven. Tik, tik, tik. En dan weer een stukje te verplaatsen. Dus in feite krijg je dan deze actie. Je werpt in, je geeft een paar tikjes op de top. En wat er dan gebeurt is dat alleen het setje beweegt, maar het lood blijft liggen. Vervolgens sleep je hem een stukje dichterbij. Ga je weer tikjes geven. Ga je weer verder. De theorie erachter is dat de baas die ergens zit, de hele tijd zo dat setje voor zijn neus die danst. Terwijl je normaal met een jigkop vis je veel actiever. Is die set al weg. Of dat aas al weg. Maar door hem steeds tikjes te geven, zou je dichter, langer in dat, zeg maar, beeld van die baars blijven. Dan trek je weer verder en dan pakt hij hem. Dat tikjes geven, dat is heel aanlokkelijk. De meeste mensen met dropshotten, die doen dat ook. Zelf heb ik me de laatste jaren aangeleerd om niet te tikken, maar gewoon heel geleidelijk, rustig na het inwerpen binnen te draaien. Dus heel geleidelijk binnendraaien. En dan de top in de gaten te houden. Want wat gebeurt er? Zo'n bodem van het water is nooit glad. Het is bijna nooit een miljardlak. Er liggen mosseltjes, er liggen steintjes, er liggen takjes. Dat is ook een mooie van die dropshot. Hè, dat je heel weinig vast komt te zitten. Want je haak zit boven de bodem. Dus je kan hem heel rustig vissen. Kijk, zo zit dat. Hoe vis ik nou? Ik gooi in en dan draai ik heel langzaam binnen.
En dat gaat niet geleidelijk, maar doordat de troep op de bodem stuit uit het loodje. Dus je krijgt steeds dat soort acties. Ik heb gemerkt in de praktijk dat dat meer aanbeten oplevert, en vaak ook hardere aanbeten dan dat je hem binnentikt. Nogmaals, dat is mijn ervaring, maar het werkt wel. Goed, dan hebben we aardig wat laten zien. Nog één heel gek ding, die ben ik vergeten. Voor het vissen met een spinengeltje. Dan moet je wat strakkere spinnengel voor hebben. Dat is een plankjeslood. Dat is eigenlijk een methode die we in Nederland niet zien. Hij wordt in Frankrijk heel veel gebruikt. Heel apart en heel simpel. Hoe ziet dat er nou uit? Dat is gewoon een stukje lood in een driehoekje gesneden met een gaatje erin. Op een stevig stukje lijn, 40 honderdste. Een kraaltje en een setje waarin een drechtje zit of een enkele haak. Dit is heel zwaar, dat loodje weegt wel 20 gram. Dat werp je in en dat tik je met een snellere hengel, dus een wat strakkere spruggengel, tik het over de bodem heen. En tijdens dat tikken springt het over de bodem heen en dat lood dat tikt een beetje op dat kraaltje. Ik denk dat je hiermee een kreeftje nabootst. En het werkt soms echt super, super goed. Alleen in Nederland niet meer te krijgen, je moet het zelf maken. Er was een aantal Franse firma's hebben dat ooit geleverd, maar het is nooit een succes geworden in Nederland. En toch werkt het wel heel goed. De beste methode, als laatste, ik heb hem meegenomen. Op de dropshot. Dan haal het setje eraf. En dan gaan we voor de worm. Baarsen zijn gek op wormen. Gewoon een worm op de dropshot. Zo. Wellicht het snelst vangende aas voor de dropshot op baars. Je ziet hoe ik gemonteerd heb. Gewoon even achter de kop, nooit in die band steken, want dan gaan ze snel dood te wormen. Iets erachter, zo zit het, kronkelt het lekker. Super manier om baars te vangen. Ze hebben ze in de Helder ook allemaal gevangen op deze manier en het ging echt als een jekko. Nadeel ervan is wel dat je heel veel kleine baars vangt. Dat kan je voorkomen door het grotere wormen te nemen. Als heel veel kleine baars steken, die grote wormen continu van je haken af. Je kan ook twee wormen nemen. Zelf vis ik altijd met die kruipers of dendrobaena's heten die wormen. Die kan je gewoon in een goede hengelsportzaak kopen. Je kunt ze ook zelf zoeken. Grotere wormen, zo groot. Dikke, stevige worm. Methode hetzelfde als met dropshotjetjes. Ook weer ingooien en langzaam binnendraaien. Je kan tikken met je top voorzichtig. Ik prefereer, maar nogmaals, dat is persoonlijk. Ik prefereer om heel rustig binnen te draaien. En dan de top in de gaten te houden. En dan heb ik een trucje. Krijg je op een gegeven moment een partikeltje op je top. Zeker met wormen. Laat je top even zakken. Want als je je top laat zakken, wat gebeurt er dan? Kijk, die baars die begint te plukken in die worm. Maar je lijntje staat strak. Die staat strak op je loodje. Op een gegeven moment dan, als je een baars eraan begint te trekken, trekt hij hem strak aan dat lijntje. En als je nou je top laat zakken, krijg je speling. Waardoor de baars hem makkelijker naar binnen kan werken. Dat geldt trouwens ook voor sheds. Op het moment dat jij veel tikjes krijgt en de aanbeet zet niet door, laat even die top iets zakken en dan zie je vaak je lijn strak lopen. En dan heb je hem. Dan geef je die baars even de ruimte om dat aas te pakken als hij, zeg maar, zich de lijn zich ontspant. En vervolgens heb je hem. En jongens, als je dan zo'n grote baars aan je lijn hebt, dan vingen in de Helder een paar mooie baarsen. Ik heb deze winter heb ik baarsen van over de 50 centimeter, die magische 50 centimeter grens. Het is eigenlijk wel een van de mooiste vissen van Nederland. Qua kleur, qua voorkomen is het denk ik de mooiste vis. En qua veelzijdigheid is het echt een topvis. Want je kunt ze nogmaals, ik heb ze met een dropshot, met sheds, met spinners, met lepels, met wormen, met plugjes. En je kunt ze zelfs met de vlieg heel goed vangen. Dus nou ja, de meest universele sportvis van Nederland. En tenslotte ook een vis die naast de deur, waar je ook wordt, tegenwoordig voorkomt. En gelukkig niet alleen in grote aantallen, maar ook in steeds groter formaat. Dus ik zou zeggen, doe wat wij op VisTV in Den Helder hebben gedaan. Pak je hengeltje, nu het gesloten seizoen met wormen. Straks vanaf de laatste zaterdag in mei met alle kunstjes wat er maar voorhanden is. Ga met je hengeltje de poppad, niet te veel rugzakje, klein scheepnetje, fototoestelletje, bakkie koffie en ga uit je dak met baars. Tot de volgende keer.